Hallo, ni hao. Dag Jean-Claude Sunne. Ik ga een interview afnemen voor u met het mooie affiche van de Belgian Seminar. Ja. Ik zie dat het zou fantastisch zijn met al de Grandmasters. Een grote organisatie dan ook, ja. Ik zie ook onder andere Daniel De Poorter, Daniel Haaien, Ons Toenstad en nog veel anderen allemaal, die hier soms ook al geweest zijn en al. En wat is de bedoeling eigenlijk van het seminarium? De bedoeling van het seminarium is eigenlijk om een keer personen die de meeste die erop staan zijn verantwoordelijk of de hoogste gradueerden van bepaalde stijlen, systemen in België en verschillende organisaties, federaties. En voor die mensen samen te krijgen is het niet altijd gemakkelijk, maar aangezien dat ik eigenlijk ook wel de meesten daarvan al een tijdje ken en ook samen mee getraind heb, een programma gevolgd heb, zelfs ook gradueringen bij hun gehaald heb als instructor of zo, heb ik gezegd van het is wel keer interessant om na 35 jaar les te geven, de mensen dat ik in die tijd ontmoet heb en mee getraind heb, van nu ook een keer samen te krijgen en samen een groot seminar te organiseren met workshops. Ja. Ja, dat is een zeer mooi initiatief ook, vooral het zijn verschillende stijlen ook, want de meeste stijlen, zoals je weet, zitten allemaal in de cocon en ze blijven. En de mensen kunnen dan ook zien de verscheidenheid van al die stijlen, want de krijgskunsten zijn geweldig verscheiden. Hè? Pentaxilic, Amerikaanse systemen, Kali en al, zo, Jiu-Jitsu systemen, Kempo systemen, Kung Fu systemen. Allee, ja, het gaat allemaal boeiend worden, vooral met mensen die meer dan 50 tot 60 jaar bezig zijn. Eigenlijk is dat uniek, hè? Ik hoop natuurlijk dat er veel volk op afkomt ook en al. Maar ja, ik denk wel dat er wel veel interesse zal zijn, alhoewel als mijn kant ook, als je er veel promotie maakt eraan. Ja, er is op verschillende vlakken, zowel op sociale media als affiches, flyers en ook persoonlijke potentiële deelnemers dat we dus ook aanspreken en vooral ik ben ook contacten met de leraren zelf die lesgeven. En zij zorgen ook wel binnen hun organisatie om zoveel mogelijk mensen mee te krijgen om de workshops te doen. En nu is het meer de traditionele stijlen. Wij zijn van plan dus met de UMass, United Martial Arts School, en het PSD-programma, Breast and Cell Defense, zijn we van plan om 2 maal per jaar een gelijkaardig seminarium te organiseren. Maar nu hebben we gezegd, oké, 30 september meer voor de traditionele stijlen nu. Zowel Japanse, Chinese als Indonesisch. En dan zouden we eventueel volgend jaar april dan een keer zien voor Krav Maga, meer voor veiligheidsberoepen. Ja. Ik zie ook de prijs is geweldig goedkoop. Eigenlijk is het super goedkoop, vooral met al die grootmeesters. Maar ja, het is ook de bedoeling voor de promotie van de krijgskunsten zelf. Hè? Inderdaad, dus het is ook zo dat we proberen de leraren zelf ook een beetje op een podium te zetten, vooral hun werk dat ze vele jaren gedaan hebben in de krijgskunsten en dat ze ook elkaar, de meesten kennen ook al wat elkaar, maar ik denk dat ook op dat moment, ook op zo'n grote seminar is, dat ook wel de verschillende leraren en ook leerlingen elkaar leren kennen door samen die workshops te volgen eigenlijk. Ja. Maar sowieso is het heel goedkoop om deel te nemen, maar het is ook zo omdat ik die leraren ook wel ken en dat ze dat ook wel aan een vriendenprijsje willen doen. Ja. Maar in die zin, doordat we het goedkoop kunnen doen, kunnen we ook meer mensen verwachten die zullen deelnemen. En op die manier, ja, het is altijd, we proberen altijd goedkoop, maar ook hele goede leraren met veel kennis te vragen en ik denk dat ons dan nu wel gelukt is voor 30 september. Ja. Stel u ook even voor, Jean-Claude. Ja, uiteraard, ik ken u ook. U hebt ook al bij mij samen workshops gedaan en al. Kali versus Wing Chun en al. Ja. Dat is zeer goed meegevallen door het feit dat we ook open zijn. Hè? Ja. Dat is ook wel belangrijk ook. Ja. Maar u hebt een hele carrière al, 35 jaar. En ik ben al 60 jaar. En het begint allemaal eigenlijk, hè? Ja, ja. Ik geef 35 jaar les. Ik ben in september 1988 ben ik mijn club begonnen. Maar natuurlijk, ja, ervoor, tussen mijn 12 en mijn 18 jaar,
zoals dat er velen gedaan hebben, is eerst in uw plaatselijke clubs. We zijn dan met de fiets en we zijn dan wat jong. En hier de meeste beginnen met judo, omdat er geen andere clubs zijn in uw stad. Mm-hmm. Dus beginnen met judo, dan boksen, Engels boksen en dan Shotokan karate. En dan vanaf 18 jaar, men heeft een auto en dan kun je wel een keer verder gaan. En dan heb ik ook het Kempo karate leren kennen in Schepdal. En daar ook direct een cursus gevolgd voor instructeur. Zodanig dus dat ik eigenlijk in 1988 eigenlijk al een club begonnen ben van Kempo karate en ook al het Kempo kickboxing en Chinese jiu-jitsu. Ja. Maar dan achteraf natuurlijk heb ik dan ook kadervorming gevolgd in Parijs voor Filipijnse wespens. En natuurlijk wanneer dat je dan trainingskampen volgt in het buitenland van een week, dan kom je daar ook andere leraren tegen van andere systemen, Wing Chun, Panchak Silat enzovoort. En dan krijg je ook natuurlijk met die mensen meer contact en ga je ook eventueel ook hun systeem gaan trainen of bestuderen. Ik heb eigenlijk verschillende systemen bestudeerd, ofwel bij de grootmeester of juist eronder. Uiteraard, de krijgskunst is ook eigenlijk een wetenschap. Eigenlijk is dat ook, moet ik dat niet zeggen, een universiteit op zichzelf. Door het feit, bijvoorbeeld voor stages, gaat naar het buitenland, leer mensen kennen. De gewoontes, de analyses, de systemen. Allee, het is like een chemie van verschillende elementen die samenkomen en die eigenlijk tot een nieuw leven gebracht worden. Ja? Er wordt soms wel een keer beweerd dat ze zeggen van ja, hoe kan het nu dat je al die verschillende systemen door elkaar kunt leren? Weet je dan nog wel hoe of wat, maar eigenlijk is het allemaal, ja, het komt allemaal eigenlijk op hetzelfde neer voor mij. De systemen dat ik zelf gestudeerd heb en waar ik een programma van gemaakt heb, Progressive Self-Defense, is eigenlijk de concepten, technieken en tactieken van verschillende systemen die bij elkaar passen. Je kunt niet gaan zeggen van de ene week dat je gaat vuistslaan geven, like een karate man, en dan de week erop like een bokser. Dus hoe dat is het waar, de systemen die bij elkaar passen. En van mij was dat natuurlijk, het Progressive Self-Defense is eigenlijk gecreëerd, ontwikkeld of samengevat uit technieken en principes van het, vooral het dus, Filipijnse vestkunsten, Kali Armas Eskrima, Jeet Kune Do, ook de principes van Wing Chun, Kempo Karate, Sistema en Taijutsu. Ja, eigenlijk, zoals gezegd ook, als we samengewerkt hadden ook, we hebben veel overeenkomsten. Hè? Ja. Komt ook op neer, de timing, de afstand, het ritme, het gevoel ook en al, de verplaatsing en al. Uiteindelijk, ja, als je zegt, ik ben de beste of wij zijn de beste, dat bestaat niet. Hè? Niet? Uiteindelijk leerde van de leerlingen ook. En dat is wel ook belangrijk. Ja? Als een leerling niet goed is, kun je hem verbeteren. En door het feit dat die leerling verbetert, ja, verbetert hij zelf ook. Dat is wel heel belangrijk ook. Hè. Als de leerling ook een bepaald principe oefenen en je ziet dat ze hier of daar ergens voor een probleem hebben, daar kunt je van leren, omdat je dan gaat beginnen zien van hoe komt het dat hij het niet begrijpt of dat hij het anders doet. En op die manier heb je dan ook vele mogelijkheden dat je ziet voor ook een bepaalde aanval, dat ze bijvoorbeeld iets doen en achteraf weten ze niet meer wat ze juist gedaan hebben. Maar dat je dan als leraar dat wel ziet, dat je dat van, ah oké, okay, dat is een keer een andere manier hoe dat ze het kunnen doen. Het zijn niet altijd opgelegde oefeningen, maar als je de personen ook, de leerling ook een bepaalde vrijheid heeft, kun je zelf ook nog bepaalde dingen zien, dat je zegt van, ah, dat is wel een keer interessant voor ogen, een keer op een training te doen. Het belangrijkste natuurlijk is eerst die standaardgegevens inoefenen en al. Dat is een eerste stage. En daarna is het plezant ook voor de meester ook bijvoorbeeld te zeggen, ja, nu kunnen we dat en dat doen. En de waaier gaat dan lopen. Is dat die boeiend is. Hè. Ja, wat dat de vrijheid is, is de kunst. Ja, ja, natuurlijk. Ze moeten natuurlijk bepaalde structuren hebben. En van daaruit kunnen ze dan verder. Hè. Want is dat die boeiend is ook. En het werkt ook, hè, zo gezegd. Het is allemaal praktisch ook. Hè. Het is geen fantasie. Hè. En dat heeft veel mogelijkheden. Oké, voilà, kijk. Ik ben blij. En ik hoop dat er veel volk is ook, ja. Ik hoop mijn uiterste best doen ook, ja. En dat het een super succes wordt, dan moet, hè, met al die grootmeesters. Maar ja, we zitten hier in België ook, hè. Het is allemaal zo simpel, hè. Moest K3 komen op de een of een andere stap. En er zijn ook iedere week ergens wel een seminarie of workshops van andere systemen, andere organisaties.
Het nadeel in België is een beetje dat er veel splitsingen zijn van bepaalde bestaande organisaties, grote organisaties die zich afsplitsen. En dan ja, ben ze allemaal een beetje op hun eigen te werken en dan zitten ze natuurlijk ook met minder volk. En in principe is het wel goed om een keer een seminar zoals 30 september, dat de verschillende organisaties samenwerken, elkaar een keer terugzien. En, want zelfs in de karate hebben we ook al weet niet of in stijlen. Dus het is wel een keer goed dat ze een keer kunnen samenkomen, zowel de leraren als de leerlingen. Ik heb ook gedaan, weet je ook, met internationale festivals en al. Ik was ook altijd hier lopen en al. Als je kijkt naar de vaste structuur uiteindelijk, die vaste structuur wordt ook vernietigd. Om een voorbeeld te nemen bijvoorbeeld, ik heb veel stages gevolgd in de universiteit van de GKJ, ik was van de BKA. Dat was allemaal met die grote mannen, Nakayama, Kazee, Noda, Shirai en zo verder, Miyazaki en al. Maar uiteindelijk, door de loop van jaren, zijn er bepaalde mannen, Kanazawa, Kazee, Noda en door de regels, hebben ze zich ook afgescheurd. Kijk, eigenlijk zitten wij al vooruit op dat punt, dan maar verder kijken. Dit? Alles scheurt zich. Ik denk dat wij ze eerder weer terugbrengen naar elkaar. Ja. Omdat dat wel is, dus wel een goede methode, een manier. En dat lukt wel. Ja, ja dat moet lukken. Zelfs als je verschillende grootmeesters van eigenlijk eenzelfde stijl, maar die dus, alleen gelijk voor de Kampo Karate, als je die kunt samenbrengen om op dezelfde dag samen iets te organiseren en te doen, is dat wel een pluspunt. Absoluut. Voilà. Alright. Heel bedankt.